Welkom bij Pioniers. Mijn naam is Bjorn van Kluivert en ik zit hier... Nee, van Kleuten. Van Kleuten. Je zegt je eigen naam fout. Ja. Zou ik nog nooit meegemaakt. Dan vraag je af hoe ik deze baan heb gekregen. Nee. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Hoe is het? Zo. En ik zit hier met Jan Kees van Ekke aan tafel. Jan Klaas. Nee, Jan Kees, je hebt gelijk. Dat kan gebeuren. Oké, laten we snel doorgaan. Doe het niet toe. Jan Kees, jij bent hier aan tafel komen zitten. Jan Kees, ja. Om wat te vertellen over jouw politieke partij die je bent gestart. Politieke partij, de PVDE. De PVDE? Partij voor de LM. Partij voor de ellende. Ja. Oké, dat klinkt heel interessant. Vertel mij en de kijkers, luisteraars bedoel ik natuurlijk, wat meer over deze partij. Nou, zal ik doen. Het zit zo, als ik kijk naar Nederland, kunnen we allemaal beamen. Het gaat hartstikke goed. Het gaat hartstikke goed. Het gaat voor de wind. Het gaat heel goed. Ja, het gaat goed. Het gaat goed, het gaat voor de wind. Het loopt op rolletjes. Ja. En van die rolletjes. En uit de crisis. Ja, dat kan wel zijn. En ik zie daar helemaal de foute kant uit gaan. Maar ik zie het helemaal misgaan. Het gaat helemaal mis. Het is een soort tegenstrijdigheid. Dat vind ik heel kwalijk. Even een vraagje tussendoor, Jan Kees. Doe maar een vraagje tussendoor anders. Jij zegt het gaat goed. Vervolgens zeg je, het gaat fout. Ja, maar dan moet je gewoon even nadenken. Als je kijkt naar, naar zo'n land als Eritrea bijvoorbeeld. Eritrea? Waar ligt dat ook weer? Dat doet er niet toe waar dat ligt. Ik weet waar het ligt. Nee, okay. Dat doet er totaal niet toe. Ja. Dat is irrelevant. Sorry. Ik ben godverdomme geen wandelende atlas. Sorry. Maar het ligt in Azië, als we het weten. Het ligt in Azië. Okay. Maar als je kijkt naar zo'n land. Ja. Ellende genoeg. Ellende voor iedereen. Dat land verkeert in een constante staat van ellende. Ellende, dat zie je wel eens binnen. Ellende voor iedereen. Eigenlijk is het een soort bal. Een bal, ja. Een bruine bal van wanhoop. En jij hebt nu, als we dan naar Nederland kijken, is eigenlijk het exacte tegenovergestelde. Ja, dat is dus het punt waar ik wil maken. Dat is het punt waar ik wil maken. Als je naar Nederland kijkt, waar is de ellende? Ja, die... Ik zie geen ellende, waar blijft die? Dat is toch niet eerlijk? Die mis je. Dat is toch belachelijk? Dat is gewoon totaal niet eerlijk. Dat is toch van de zotte? Okay. Godverdomme. Het is inderdaad van de zotte. Oneerlijk. Het is van de zotte. Heb je die partij al opgericht in balans tussen die twee? Nee, niet meteen over balans beginnen. Niet van die chique woorden meteen bijgooien. Het is heel simpel. Ik wil gewoon meer ellende. Ik wil veel meer ellende. Gewoon pure ellende. In Nederland en in de wereld. Maar ik begin klein natuurlijk. Ik kom uit Nederland. Ik wil hier beginnen. Gewoon meer ellende. Meer ellende overal in Nederland. Overal. Maar ook in Nederland. Duidelijk, jij wil ellende in Nederland. Ik heb het slechtste voor met Nederland. En met de wereld. En daar heb je het maar mee te doen. Ja. Ja, en als het hier ellende is, dan wil ik ook ellende in Canada. Ellende is... En Noorwegen. Dus, Nederland wil je echt kapot zien eigenlijk. Kapot maken. Van binnenuit, van buitenuit, maakt niet uit. Destructie. Het moet kapot. Ellende is dus het kernwoord. Er komt op neer ellende. En ja, kijk maar hoe je het doet. Kijk maar hoe je het doet. En is het ooit genoeg? Is er ooit genoeg ellende? Nee, tuurlijk niet. Oké. Dus... En ik ben ook niet boeman. Ik hou ook van gezelligheid. Ik hou ook van een kleurrijke strandbal op zijn tijd. Maar ik vind ellende ook natuurlijk belangrijk. Nee, dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat kunnen we niet zomaar negeren. Nee, dat begrijp ik. Ja. Jij hebt momenteel 0 mensen in je achterban of 0 stemmers. Ja, is het veel, is het weinig, dat weet ik niet. Op het moment is het zo dat niemand mij volgt, helemaal niemand. Geen leden. Maar dat gaat veranderen natuurlijk, want die leden komen wel. Die komen wel, daar vertrouw ik op. Kijk, je moet het een beetje zo zien. Als jij naar het strand gaat. Het strand? Ja. Ik weet wel wat het is. Ja. Ik ga wel eens naar het strand. Met dat zand en zo. En dan zie je van die opdonders, van die kleine kinderen. Oh, ja, nee, maar niet wanneer ik ga, want ik ga meestal om 4 uur 's nachts voor mijn ontbijt. En dan, ik zie dan mijn kinderen pikken donker. Ja, kijk, daar kan ik vrij weinig mee met zo'n opmerking. Daar kun je niks mee. Nee, want ik heb het niet over 4 uur 's nachts natuurlijk. Nee, okay, wie gaat om 4 uur 's nachts naar het strand, überhaupt? Ik bedoel, om 4 uur, nee, dan zie je geen kinderen, nee. Maar wat wil je dat ik zeg dan? Stop. Ja, nu je het zo zegt, inderdaad. Ja, dat is ook heel apart, heel vreemd. Oké, ga verder. Mijn punt is... Je ziet van die kinderen. Mm-hmm. En die zijn dan te keer met dat zand aan het gaan. Die maken dan van die zandkastelen. Met van die emmertjes en papier erin. Ja, allemaal van die dingen, van die toestanden. Scheppie, inderdaad. Mm-hmm. Dan gaan ze te keer met dat zand. Klopt, dat gebeurt. Ja, dat gebeurt. En iedereen heeft natuurlijk die neiging diep in zich om dat kapot te maken. Om dat te vernielen. Oké, ja. Maar dat wil men niet erkennen. Dierlijke eigenlijk een beetje in de mens. SMB, ja, ik weet niet. Want ik zie dieren nog niet zo snel... Nee, oké. Daar heb ik een punt, lijkt me. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
Maar toch gebeurt het niet. Het gebeurt niet. Die zandkastelen staan nog steeds overeind. Te weinig. Want het gebeurt. Ja, ik doe het. Ik neem altijd een hockeystick mee en dan ga ik tekeer. Jij neemt een hockeystick altijd mee. Ja, een hockeystick. Ik heb een aantal en die neem ik dan mee. Geen zwembroek of iets. Dat ligt aan het weer. Voor mij ligt aan het weer. Maar die hockeystick die neem ik altijd al mee. En dan, maar sommige mensen nemen ook een blokfluit mee. Is weer een beetje ander uit. Ik zeg altijd blokfluit is meer van fluiten. En dan denk ik zelf van. Kijk, een blokfluit is toch wel goed voor fluiten. Daar niet van. Ja, maar om nou daarmee. Maar die neem je mee om die kastelen kapot te maken, dat wil je zeggen. Ja, om die zandkastelen dan daarmee. Ik denk, ga gewoon voor de hockeystick. Dat is prima. Dat is inderdaad een beetje apart natuurlijk. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld beelden van jou gezien dat jij echt tekeer gaat op zo'n kasteel. Ja, dat is heftig. Vooral voor die kinderen is dat heftig. Want die kinderen stoppen niet muilen. Nee, dat zijn geen gezonde beelden. Er zit enorm veel agressie in. Dat is echt ziek bijna. Dat is afzien om naar te kijken. Maar het is mijn plicht. De agressie en het gekrijs. Het gekrijs hoort erbij. Beangstigend. En niet alleen de kinderen. De barsten naar tranen uit. De ouders. Die vluchten spontaan, ja. En het komt er ook op neer. Ik heb een hockeystick. Zij hebben niks. Jij de bovenhand. Af en toe wil iemand nog wel eens een parasol in mijn gezicht smijten. Maar ik heb natuurlijk die hockeystick ook. Dus. Het is echt een horrorshow. Het is een freakse horrorshow. Ja. Ik heb gewoon gehoord dat wanneer jij te werk bent gegaan. Dat er echt evacuatieteams worden. Nou, ik ben meestal snel weg. Want zoveel werk is natuurlijk niet om een zandkasteel tegen de grond te werken. Dus ik ben snel weg. Ja. En dan ga ik ergens in die duinen, ga ik ergens en dan kijk ik naar de situatie die ik heb gecreëerd. En dan geniet jij. Dan geniet ik. Dat is individueel mooi, voor mij is dat heel goed. Maar ik wil dat natuurlijk ook. Ik zie dat het heel veel meer potentie heeft. Voor niet alleen van Nederland, nee, maar ook voor heel de wereld. Oké, nee, dat is heel interessant. Je bent wel een principieel ingesteld, want je doet het wel gewoon. Het is mijn plicht. En ik moet dat doen. Ik moet dat doen. Als ik een zandkasteel zie, dan moet die kapot natuurlijk. Die gaat kapot dan. Die sla je aan gort. Ja, die sla ik aan zandkorrels. Eén met de grond. Ja, dat is geen keuze. Dat is geen keuze bij betrokken. En kijk, het is zo, als ik het niet doe, dan doe jij het. Als jij het niet doet, dan doet iemand anders het. Als iemand anders het niet doet, dan doet de zee het. Als de zee het niet doet, dan doen de meeuw het. Ja, kort samenvat, hoe dan ook, het gaat kapot. Ja, het gaat kapot. Nee, duidelijk. Dit is een duidelijk. Mouw uit de handen steken, zeg ik. Ja. Gooi het tegenaan. Aan de bak. Kapot maken. Oké. Ja. Dat is heel duidelijk. Ik denk dat het ook duidelijk is voor de luisteraar. Heb jij ook echt persoonlijke voorbeelden waar je echt aan ergert? Wat ook dus mede reden is geweest van deze oprichting? Ja, genoeg. Kun je er één met ons delen? Dat kan ik doen. Kijk, ik was laatst bij een groothandel. Ik zocht een soldeerbout, want die had ik nodig. Soldeerbout, ja. Soldeerbout. Ik ging langs de schappen en ik gist zo'n soldeerbout uit de schappen en ik ga naar de kassa. En ik wil afrekenen, maar daar besef ik mij dat ik helemaal niet meer weet waarom ik überhaupt die soldeerbout nodig had. Okay. Ik wist het niet meer. En ik kijk die cashière vragend aan. En ja, dat schiet ook niet op. En die mensen achter mij in de rij, ook allemaal theorieën van waarom ik dat nodig heb. Die weten dat niet, die weten het niet. Oh, maar aan het moeien wil je zeggen. Ja, maar wat weten zij ervan? Die weten dat toch niet? Wat weten zij van mijn leven? Ik heb een soldeerbout nodig, ja. Blijkbaar heel weinig. Heel weinig, ja. Ik bedoel, blijkbaar heel weinig. En dan denk ik, ik vroeg ze wel van, wat denken jullie? Maar denk ik, ja, ze hebben niks zinnigs te melden over de motieven van... Genoeg over dit verhaal? Nee, niet genoeg. Want ik ga dus naar huis. Oh, je ging nog naar huis inderdaad? Ja, en dan zit ik dus thuis met een soldeerbout. En dan denk ik, ja, zeg het maar. Want jij bent nu 24. Ik ben 24. 24, oké. Okay. En ik heb een zoon, Ronnie, en die zei van, gooi het anders in de vijver, de soldeerbout. Ja. En dan denk ik ook van, ja, ze zit heel die vijver vol met soldeerbouten. Dus dat is ook niet de bedoeling. Jij dat Ronnie hou even je muurbak dicht. Ja, ik bedoel, Ronnie is toch een mafklapper. Wel je zoon, hè? Ja, maar je moet ook objectief blijven, denk ik. Ja, oké. En het is een mafketel. Oké, genoeg over de soldeerbout. Waardeloos advies. Genoeg over de soldeerbout, we gaan verder. Want we gaan nu ook even het publiek duidelijk maken van... wat zijn de concrete plannen van jouw partij? Je zult natuurlijk wel wat in je hoofd hebben, wat je echt wil waarmaken. Ik heb er een aantal. Maar waar we eerst de postbodes aanpakken. Want die zijn de laatste 10 jaar natuurlijk makkelijk vanaf gekomen. Die zijn en wat voor opzicht bedoel je dit? Nou, de machtspositie die ze hebben ze toch misbruikt. Kun je een concreet voorbeeld geven? Nee, dat kan ik niet. Maar dat moet je van me aannemen. Ik heb zelf meegelopen met postbodes. Toen een paar jaar geleden heb ik zelf meegelopen voor een jaartje. Ja. En dat is schrikken. Dus die praktijken die daar door de beugel gaan, dus...
Daar moet een stokje voor gestoken worden. Dus wat wij willen doen is de huisnummers in een willekeurige volgorde plaatsen. De huisnummers, zodat voor de postbode toch ook heel moeilijk wordt. Weet je wel, dus dan wordt het natuurlijk heel lastig voor die postbodes. Dat gaat lang duren. Het gaat veel langer duren natuurlijk, voor iedereen, elk mens. Dan kun je ze heel tappen neer. Ik bedoel, complete chaos natuurlijk. Dat is een hele mooie eerste stap al. Zeker. Ja, en uiteindelijk leidt het toch allemaal tot ellende. En dat is waar ik op uit ben. Bingo, denk ik. Ja, bingo, inderdaad. Toppie. Oké. Helemaal goed. Dat is een mooi plan. Ja. Je hebt er nog één, neem ik aan. Ik zie je namelijk popelen om het te vertellen. Ja, daar zijn we wel trots op. De plundersquads. De plundersquads. Ja. Oké, en wat doen die precies? Het klinkt natuurlijk al heel intimiderend eigenlijk. Er zijn groepjes mannen die werken voor me. En die stuur ik op uit de woonwijk in, s'nachts. Maar die plundersquads, die stuur ik de woonwijk in. Met knuppels, met bijtels. Wij zitten ook te overwegen om dan een vlammenwerper. Maar wij bedoelen jou natuurlijk. Op dit moment ben ik dat. Enkelvoud, ja. Maar dit is hypothetisch. Maar ik vertrouw er wel op dat mensen zich aansluiten en met jou helpen. Dat ze er wel wat voor voelen. Voor die plundersquads. De vlammenwerpers zijn natuurlijk. Want het is vrijwillig uiteindelijk, hè. En het is bedoeld om de buurt te terroriseren. Letterlijk. Ja. Moeten we waarschijnlijk roleren, want dat is nogal prijzig. Dus moeten we even kijken van... Nee, dat komt uit. Dat zijn details. Maar die plundersquads, om nog even daarop verder te gaan, die hebben dus maskers op. Maakt niet uit wat voor maskers, want dat is altijd eng, hè. Masker is altijd eng. Dat zeg ik altijd. Masker is altijd eng, maakt niet uit. Ik ben echt heel bang voor maskers. Het is natuurlijk de persoon achter het masker waar je bang voor moet zijn. De masker is... Kijk, en ze komen dan, ze gaan dan huizen binnen en dan pissen in de vijver en dan plunderen ze de boel. Ja, moeten de mensen ook bang zijn voor dit? Ze moeten, kijk, je moet niet in de buurt komen, want dan gaan ze steken. Oké. Dan gaan ze steken met messen. Duidelijk. Dat is een beetje het idee. Nou, Jan Kees, bedankt voor het design. Ik denk dat je de boel behoorlijk goed hebt opgehelderd. Ja, graag gedaan. Ik denk dat iedereen met genot naar je heeft zitten luisteren. Lijkt me wel. Dat je heel veel leden gaat scoren, want dit is lijkt me ook. Een goed betoog. Maar niet dit gesprek had ik daar niet voor nodig. Maar, wat ga je daar ook nog doen? Ga je nog iets... ik ga even roken en ik ga televisie kijken en ik ga hondenvoer halen. Hondenvoer ga je halen? Wil je nog voor de honden? Nee, ik heb geen honden. Maar waarom ik dat haalde, wil ik misschien... Dat hou ik liever voor mezelf, uiteindelijk. Goed. Oké. Als jullie Jan Kees willen steunen, dan... Jan Kees, ja. Gaan jullie naar www.ellende.nl. Ja. En dan hebben we op die site staan, staan gruwelijke beelden. Ja. Maar dan weet je wel waar je aan toe bent en dan wordt alles meteen duidelijk. Het is heftig, maar ik bedoel, daar moet je misschien aan wennen. Iets. Het zijn vooral eigenlijk alleen maar hele een verzameling aan ellende, staat op de site. Ja. Als je niet van bloed houdt, raad ik het je af. Ja. Bedankt voor het luisteren naar Pioniers. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En dan is, weet je, dat duurt ook. Hoe heet hij? Henk Schut. Henk Uitschot. Dan is Henk Uitschot weer aan het roer. En dan, Boeiend. Van mij. Wordt het boeiend. Oké.